Isabel, ik ben dierenverzorgster in Artis. En we zijn nu in Zuid-Limburg en ik ben meegeweest met Ellen van Norren. En die doet onderzoek naar de eikelmuis. En wat is nou eigenlijk de eikelmuis, Ellen? Ja, de eikelmuis is eigenlijk geen muis. Het is een slaapmuis. En dan zou je zeggen, slaapmuis is toch ook een muis? Maar nee, een vleermuis is natuurlijk ook geen muis. En dit is eigenlijk een dier wat veel dichter aanzit tegen een eekhoorntje. Maar dan klein. Hij heeft een pluimstaart en hij heeft een zwart maskertje. En hij springt van tak naar tak, maar dan vooral door de struiklaag. En hij leeft dus diep verscholen in de struiklaag, alleen in Zuid-Limburg. Oké, leuk. Ja, en waarom is het nou zo belangrijk dat we dit doen? Nou, er zijn nog maar een paar eikelmuizen in Zuid-Limburg. Dus hij is heel hard een aantal achteruit gegaan. Er zijn nog maar 100 tot 150 eikelmuizen. En als we nu niet het landschap gaan verbeteren, dan gaan we hem hier kwijtraken. Ja. En omdat jullie dan hier zo doen, is het ook niet zo dat andere dieren daar ook weer profijt van hebben? Dat het beschermd wordt en eraan gewerkt wordt? Ja, dus die landschapsmaatregelen. Die zijn nodig omdat het landschap helemaal is uitgekleed en opgeruimd. Er zijn geen rommelhoekjes meer en de akkers zijn heel groot geworden. Daardoor zijn alle grachten en houtwallen en het kleinschalige cultuurlandschap van Zuid-Limburg is aan het verdwijnen. Ja. Nou, en daar hebben heel veel soorten last van. En als je dus voor die soorten gaat zorgen dat het landschap wordt hersteld, dan profiteren al die soorten daarvan. Ja. Zoals bijvoorbeeld ook de geelbouw vuurpad. Ja, heel leuk. Ja. En wat doen jullie nou zoal om dat dus te bereiken, dat doel? Nou, wij doen de monitoring, zodat we de populatie in de gaten kunnen houden. Ja. En we hebben een onderzoek dit jaar lopen, wat is mogelijk gemaakt door Artis en Gaia Zoo en Dierenpark Amersfoort. En in dat onderzoek proberen we erachter te komen hoe de eikelmuis het landschap precies gebruikt, zodat we die landschapsmaatregelen goed kunnen gebruiken en het landschap voor de eikelmuis weer goed kunnen inrichten. Ja, nou, superbelangrijk. Ik ben blij dat jullie het doen. Ja.